Ik ben Sharon, regieverpleegkundige op afdeling C40. Vandaag laat ik jou mijn werk even zien. Ik werk nu een kleine 2,5 jaar op afdeling C40. Patiënten komen vanuit de electieve opnameafdeling op C40. Vanuit hier vangen wij de patiënt op en werken wij samen toe naar het ontslag. Ook nemen wij spoedpatiënten op. Er worden hier patiënten opgenomen vanuit 5 specialismen. Dat is chirurgie heelkunde, plastische chirurgie, gynaecologie, urologie en keel-, neus- en oorheelkunde. De werkzaamheden op afdeling C40 zijn heel erg divers. Zo hebben wij verschillende verplicht technische handelingen, maar is ook mentale zorg bij de patiënt erg van belang. Vooral omdat hier ook patiënten worden opgenomen met een oncologische aandoening. Tijdens één dienst beginnen wij ten eerste met een overdracht. Hier vertellen wij de belangrijkste zaken in vanuit een patiënt. Vervolgens beginnen wij met onze eerste ronde, waarbij wij de patiënt beoordelen. Dit doen wij door een bloeddruk te meten, oftewel de EWS-score. We voeren bijvoorbeeld wondzorg uit, stomazorg, we werken met een maaghevel en met actieve blaaspoelingen. Iedere verpleegkundige wordt ingewerkt op één specialisme. Ook krijg je als verpleegkundige de mogelijkheid om een vervolgopleiding te volgen tot oncologieverpleegkundige en of soma-verpleegkundige. Zelf werk ik op chirurgie-heelkunde, gynaecologie en heb ik de vervolgopleiding tot wondverpleegkundige gevolgd. Gezien afdeling C40 veelzijdig is, word je als verpleegkundige ingezet op alle specialismen. Ook werken wij met verschillende disciplines, zoals een fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, wondconsulent, stomaverpleegkundige en verschillende artsen. We hebben een heel gedreven en ambitieus team. Zo geven wij met regelmaat klinische lessen en willen wij graag vooruitstreven dat we de beste kwaliteit van zorg kunnen leveren aan onze patiënten. Maar ook is ons team erg sociaal en gezellig. Zo worden er verschillende teamversterkende activiteiten georganiseerd. Zo hebben wij jaarlijks het chirurgenfeest en hebben wij jaarlijks ook een teambuilding gepland staan. Af en toe gaan we ook uit eten met elkaar. Ontwikkelingen houdt ons team iedere dag weer bezig. Zo hebben wij ook een EBP-groepje binnen ons team. Zij verrichten onderzoek uit en bekijken hoe zij artikelen kunnen vertalen naar onze afdeling. Ook hebben collega's onlangs een prijs gewonnen voor een kat. Dat is een kritisch beoordeeld onderwerp. Het resultaat van deze kat hebben wij uiteindelijk ook in onze protocollen kunnen doorvoeren. En dat is wel echt waar ons team voor staat. Streven naar de beste zorg voor de patiënt. CWZ betekent voor mij een heel gemoedelijk ziekenhuis, welk goed voor de patiënt en de medewerker zorgt. Werken op afdeling C40 is voor mij weggelegd omdat ik als verpleegkundige een patiënt mag begeleiden tijdens een kwetsbare periode. De vooruitgang van patiënten, de dankbaarheid, maar ook de verdrietige momenten, dat is wat het werk voor mij zo mooi maakt. Ik vond het leuk om jou iets te vertellen over mijn werk op afdeling C40. Ik hoop je snel te zien.